Met het doorknippen van een lint heeft demissionair minister Ingrid van Engelshoven donderdagmiddag in Winterswijk het nieuwe Grensland College geopend. De school biedt grensoverschrijdend onderwijs aan aan zowel Nederlandse als Duitse studenten op een niveau dat tussen het mbo en hbo ligt. Ik hoop dat dit college echt een voorbeeld kan zijn voor al die andere grensregio's en euroregio's die we hebben. En want we weten, samenwerking in Europa brengt ons zoveel meer. En als we ervoor kunnen zorgen dat werkgevers in de grensregio's samenwerken, maar ook werknemers de kans krijgen om over de grens te gaan werken, studenten meer over de grens gaan studeren, dat is winst voor iedereen. Op initiatief van het Graafschap College zijn samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en het Saxion praktijkgerichte opleidingen ontwikkeld die aansluiten bij de arbeidsmarkt in de grensregio. De eerste deeltijdopleiding die is gestart is de opleiding management. Ik zag de studenten hier de trap oplopen en die zijn begonnen aan hun les om 16:45. En met pauzes gaat het door tot vanavond 21:45. En ja, dat is mooi om te zien hoe zij met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden hier bij elkaar komen en de komende 2 jaar iedere donderdag bouwen aan hun toekomst. Er zijn veel verschillen tussen het Duitse en Nederlandse onderwijs en dat maakt het soms ingewikkeld om samen te werken. Dat blijkt bijvoorbeeld in de zorgsector. In Bereich der Pflege wird häufig die Diplome, die sie hier haben, in Deutschland nicht anerkannt, sodass sie dann kein Examen in Deutschland haben und gar nicht die Sachen machen können, dürfen, die eine deutsche Krankenschwester machen kann. Das sind noch große Probleme, wo wirklich daran gearbeitet werden, dass die Abschlüsse in den jeweiligen Ländern auch tatsächlich die Anerkennung in dem anderen in Deutschland haben oder in den Niederlanden die deutschen Abschlüsse. Das ist schon wichtig. Da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir besser werden. En daarom ben ik vandaag ook hier, om ook met Duitsers, met werkgevers en met het onderwijs te bespreken. Wat doen we er nou aan om dat te overbruggen? Naast Iselingen Hogeschool in Doetinchem is de Achterhoek met het Grensland College een hbo rijker. Volgens Van Engelshoven biedt dat grote kansen. Het houdt echt de kans om jonge, ambitieuze mensen in de regio te houden. En onderwijs is zo vaak een drijver van de regionale economie. Dus ja, zeker voor de Achterhoek heel belangrijk. In samenwerking met het bedrijfsleven in de regio gaat het Grensland College de komende tijd de opleidingen verder uitbreiden. Nou, bijvoorbeeld in het groene domein, samen met bijvoorbeeld het Zonnecollege en de Eres Hogeschool van Harestein, kijken of we een associate degree in dat gebied kunnen starten. Dat is wel een van de eerst voor de hand liggende startpunten.